Deze beschouwing. Die is in de serie Interessante tijden. En nee, vandaag gaan we het hebben over Extinction Rebellion. Ik weet niet of je die club kent. Maar er wordt nogal wat aandacht aan geschonken. In de alternatieve media in elk geval. En hier in Arnhem zag ik stickertjes. Ik dacht van: "Wat?" Ik had gelijk al in de gaten dat dat iets was wat niet klopte. Extinction. Dat betekent uitroeiing. Ook wel uitsterven. To go extinct betekent dat je uitsterft. Dus uh, de dodo... bijvoorbeeld, een loopvogeltje... uit uh, Zuid-Afrika. Ja, die waren heel lekker. Met de nadruk op waren heel lekker. Want op een dag hebben wij... de laatste dodo opgegeten. En toen hadden we geen dodo's meer. <laughs> ja, dat is jammer. Want ze waren best lekker. <laughs> Ja, kijk, ik, ik ben niet iemand die. die um, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Die denkt dat je de natuur moet beschermen. Zo moet ik het maar zeggen. Ja, de dodo is uh, niet meer. Is uh, Bye bye. En dan zeggen ze dat dat de schuld is van de mensen. Dat de dodo went extinct. By uh, yeah, human nature of zo. Human deeds. Weet je niet. Extinction, het woord alleen al, hè? Yeah. Ja. To go extinct. En dan rebellie erbij. Ik denk, wat nou van rebellie? Een rebellie tegen het uitsterven. Het uitsterven van wat? Wat is er nou weer aan het uitsterven? De mensheid? Of het gezonde verstand? Dat laatste denk ik. Ik denk dat het gezonde verstand aan het uitsterven is. Dat is erg jammer. Dus laat ik het maar even gaan bespreken. En ik heb op Prison Planet heb ik drie artikelen gevonden. Die allemaal gaan over Extinction Rebellion. En ik heb er trouwens eentje eerder over gehouden. Een beschouwing. Of een nieuws. Dat was denk ik een nieuwsuitzending. Toen waren die mensen van Extinction Rebellion. Die waren in Amsterdam bezig. Met een of andere demonstratie. En dan doen ze allemaal make-up op. Ah, het is echt te gek voor woorden. Die mensen weten niet waarmee ze bezig zijn. Niet in de verste verte. Met de aarde gaat het prima. De, de zon doet het nog goed. Nou, als de zon het nog goed doet, dan gaat het leven op aarde hier voorlopig nog even door. En ja, er zijn regio's waar mensen ongelooflijk slecht omspringen met het milieu. Dat is echt waar, dat is schandalig. Oh. En dan zie je daar foto's van en dan hoor je die verhalen van mensen die daar geweest zijn. En dan denk je: oh, 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 oh. De verhalen uit China. Ongelooflijk. Ik zag laatst een statistiek: dat ze in China per hoofd van de bevolking per dag anderhalf kilo, of was het pond? Nou, dan zouden ze maar een, een half kilo tot een kilo. Hou maar op een pond: plastic afval per dag. Kaapstad, Zuid-Afrika, die heeft een haven. Ik zag uh, een filmpje van de haven van Kaapstad, waar de, de plastic flessen op en neer deinden. Jeetje, daar zag je dus geen water meer, he? je zag alleen maar plastic drijven. Tot aan zo'n beetje de, nou horizon wil ik niet zeggen, maar de hele haven lag vol. Jeetje. <laughs> Ja, dit hebben die blanke boeren allemaal in de haven gegooid. Nee, natuurlijk niet, sukkel. Kom je erbij? Nee, ik heb nog wel meer verhalen. Oh, 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 Casablanca. Dat is een smerige stad, jongen. Wow. Fijn stof daar. Als jij je longen wil verpesten, dan moet je elke dag vijf uh, kilometer gaan hardlopen in Casablanca. Los van het feit of je dat er levend vanaf gaat brengen, want uh, moi, niet, uh, nou, het is niet echt. Uh, zo zeggen. Ja, er zijn bepaalde buurten. Dan moet je echt goed bekend zijn om um, te weten op welke uren je wel over straat kan en welke uren niet. Dat weet ik uit de eerste hand. Ik, uh, ik heb een vriend. ...die is geboren in Casablanca... ...en die woont lekker in Nederland... ...en die gaat er ook nooit van zijn leven meer terug. Oh, dat vuilnis... ...dat ligt daar gewoon op straat. Hij zei, door mij Arnhem maar. Waar mensen de, de avond van tevoren... Zetten, ...zetten ze het vuilnis neer. Dus hier heb je... ...eens in de week... ...staat hier het vuilnis op straat. En zo dadelijk is dat afgelopen, want dan heeft iedereen zo'n ondergrondse bunkertoestand. En dan mag je, wanneer je maar wil, mag je het erin donderen. Dan ligt er helemaal geen vuilnis dus meer op straat. Handig hoor, van die, uh, van die kleppen. Dan gaan ze nu weer overdrijven met pasjes, dat je bliep bliep moet doen. mijn onzin natuurlijk, maar... Maar het idee vind ik wel leuk van zo'n ondergrondse stortkelder. En ineens in de tijd... Dan komt er zo'n uh, vrachtwagentje langs. Zit er maar één mannetje in. Ja. Huh? Uh, die zet zo de, die vrachtauto... naast zo'n uh, zo opvangstation. Uh, en die stapt uit... en die heeft zo'n afstandsbediening... En, blieb, 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 blieb. en die... tilt zo'n container eruit... en stort hem leeg in die auto... en rijdt naar de volgende. Nou, lekker efficiënt. Kijk, hier in Arnhem... ligt geen vuilnis op straat. Terwijl we toch... Een Man, we zijn een stad. Best dicht bevolkt. Arnhem wonen, 100.000 mensen of zo. Ja, maar hutje, mutje. Er ligt geen vuilnis op straat. <laughs> Dan moet je in Casablanca komen. En dat in die hitte daar. Oeh, man, stink u. Hetzelfde is het met plastic. Ik kwam vandaag op mijn werk en uh, ik had die jongen al een hele tijd niet meer gezien. Hij dus mij ook niet. Hij zei: Oh, wat ben je er weer eens? Een ja, ja. vaste uh, hostel, die was wat een vrije dag, zo was het, ja. En dan word ik uh, erin gezet. Hij zei: Ja, nog iets, hè? Over de plastic flessen. <laughs> had hij al die weken onthouden, hè? Want Als ik Perry weer zie, begin ik eens even over die plastic flessen. En ja, dat heb je helemaal fout gedaan. Want daar staat statiegeld op. Ja, ik had de plastic flessen dus uh, bij het plastic afval gedaan. Maar dat... Doel, dat was dus fout. Ja, daar word je gelijk op aangesproken hier. In China niet. In China hebben ze niet eens statiegeld op plastic flessen. Flikkerd iedereen zijn rotzooi gewoon op straat. Of zo. Nee, ga dat maar vertellen tegen die live van Extinction Rebellion. En wat gaat er dan extinct, weet je wel? Dat jij het, bij ticket hoor. Natuurlijk zitten ze over het geelgerande bruinkevertje te zeuren of zo. Of, uh, ja, de zeespiegel stijgt. <laughs> dat is echt de grootste grap van de 21 e eeuw. God, zou me raken. Even om jullie dan, uh, ja, te ontlasten, zeg maar. De zeespiegel stijgt, dat klopt. En wij weten dat hier in Nederland ongelooflijk precies. Want de zeespiegel stijgt namelijk maar 1,7 millimeter per jaar. Ja, en over een periode van vijf jaar ongeveer, varieert de zeespiegel jaarlijks. Jaargemiddelde zeespiegel. <laughs> varieert die een halve meter. <laughs> Ja, Gaat er maar aan staan. Hè. Je hebt dus een fenomeen, de, de zeespiegel bij de Noordzeekust, die varieert een halve meter een uitslag dus, hè, per, ja In een periode van vijf jaar. Hè. Dus in één jaar is het jaar gemiddeld zeg maar, zo hoog. Hè, en dan het volgende jaar is je rustig 10, 20 centimeter hoger. Ja. En een jaar later nog hoger. En een jaar nog hoger. En dan een jaar erop euh, lag. Ja, en dan weten wij dus de gemiddeldes te berekenen. En dan weten we ook nog vast te stellen dat het gemiddeld 1,7 millimeter per jaar aan het stijgen is. Ja, daar kun je toch eventjes bij nadenken. Dit is. En dan komt ze dadelijk code erop. Hè, maar dit is dus Europa. Dit is de Europese mens, dit is de occidentale mens. Occidentaal betekent westers. Hè? Je hebt oriëntaal, dat betekent oosters, oriëntaalse keuken, dat is de oosterse keuken. En de occidentale keuken, dat bestaat niet, maar hè, dat, dat zeggen ze niet zo, maar die bestaat wel, dat is de westerse keuken. Bijvoorbeeld de Franse keuken, dat is een occidentale keuken. Oh, die vind ik helemaal niet lekker, de Franse keuken. Ja, dat heb jij er nooit gegeten? De Franse keuken is heel erg lekker. Voor Bavarois, dat is de Franse keuken. Dat is occidentaal. Dat zouden ze zou dus in China niet verzinnen, hoor. Echt niet. De Oriëntaalse keuken zit heel anders in elkaar. De occidentale keuken... Nou, zo heeft de Occidentale Mens dus ook eventjes vanaf 1890, ja, meten wij de hoogte van de zeespiegel hier voor de kust. Ja, ja, en dat meten wij zo nauwkeurig dat wij dus kunnen weten met 100% zekerheid waar. Ah, 99,9% hey, zekerheid. Maar dat het stijgt met 1,9 mm per jaar. Waarvan, weten we ook weer, 0,2 mm stijging van de zeespiegel komt doordat ons land uh, aan het wegzakken is. Met 0,2 mm per jaar. Dat weten we dan ook. Hoe we dat weten weet ik niet, maar dat weten we. Ja, dat weet ik trouwens wel. Maar ja, ik weet hoe wij dat weten, maar dat ga ik nou niet vertellen. Want we moeten het nog een hebben over Extinction Rebellion. Want die weten dit soort dingen allemaal niet. Nee, die lopen te brullen dat we gaan versuipen. 1,9 millimeter per jaar. Sukkel. Alsof ze bij Rijkswaterstaat een stelletje dodo's zijn. Natuurlijk niet. Dat houdt Rijkswaterstaat heus in de gaten. De Rijkswaterstaat, dat is nou typisch zo'n instantie die... Als er echt een gevaar dreigt met de zeespiegel, zijn zij de eerste die moord en brand gaan lopen brullen. En waarom doen ze dat? Nou, het eigen belang. Tuurlijk, het eigen belang. Dan krijgen, ze, dan krijgen ze gelijk meer budget. Dat is precies wat Rijkswaterstaat wil. Die heeft alleen maar een aanleiding nodig. Maar momenteel hebben ze geen aanleiding om de dijken te gaan verhogen, want die hebben ze allemaal hoog genoeg gemaakt, natuurlijk. Kijk, de zeespiegel die varieert ongeveer met 50 centimeter per jaar. 50 centimeter per jaar. Over een jaar gemiddeld is 50... Dus de daggemiddelde verschillen... Man. Dan praat je rustig over een meter, twee meter. Tuurlijk. Daar hebben ze heel goed over nagedacht. Ze weten precies met die delta werken. Weten ze dat ze een risico nemen van ja, eens in de duizend jaar kan het een keer fout gaan? Dat hebben ze uitgerekend. Duizend jaar hebben ze genomen of vijfhonderd jaar of zoiets. Want het is allemaal een kwestie van kansberekening. Je kan een keer ontzettend pech hebben. Dat was toen in 1953 met die watersnoodramp. Toen hadden we springvloed, dat is een bijzondere vloed, die komt me eens in zoveel tijd voor. En we hadden ongelooflijke harde noordwestenwind. Ja, en die noordwestenwind die blaast dus dat zeewater tegen, nou, met name dan Zeeland aan. Zuid-Holland. Nou, want ja, je hebt een kanaal, hè, waarin het ophoopt natuurlijk. Want het water kan daar niet makkelijk doorheen stromen. Dus dan, dan krijg je zo'n ophoping. En dan ook nog springvloed. Ja, dan heb je het dubbel op. Ja, wat is de kans dat dat weer gebeurt? En als dat van 1953 weer een keer gebeurt, dan gebeurt er nu niks. Maar dat in 1953. Dat kan nog veel erger, natuurlijk. Alleen die kans is. Nou ja, goed, dat rekenen ze allemaal uit bij staan. Geloof me. Die, die jongens hebben geen enkele reden om op dit gebied een risico te lopen. Ze zullen eerder te voorzichtig zijn dan dat ze te onvoorzichtig zijn. Er staat zoveel op het spel. Ze kunnen zoveel geld krijgen als dat ze willen, ze hoeven alleen maar te komen met een of ander rampentoestandsscenario. En dat doen ze momenteel niet. Nee, er is ook helemaal niks aan de hand. Niet met de zeespiegel. Een Extinction Rebellion die, die brult moord en brand. Heel erg raar. Heb ik hier een filmpje op Prison Planet? Dat kunnen jullie dus niet zien. Ik ga het ook niet afspelen. Ik zal even vertellen wat er gebeurt. Er is dus een kruising ergens in Amerika. Dan kan ik ook zien waar. Is het interessant eigenlijk om te weten wat het is? Oh, nee, het is in Canada. Ah, nee, toch. Edmonton in Canada. Dat is een kruising. En hebben ze een van de wegen van die kruising. hebben ze het voetpad afgezet. Voetgangersoversteekplaats afgezet. Met een, uh, een spandoek. op de spandoek staat. Dan de, de frase... Walk, don't talk. Ja, dat snap ik ook niet. En die mensen die staan er hand in hand en zo zetten ze het zebrapad af. En dan kan er dus uh, geen auto erin. En die automobilisten die worden boos. Nou, ik kan me voorstellen. Die, die mensen die rijden met die auto niet omdat ze verslaafd zijn aan autorijden. Of omdat ze zo graag uh, benzine tanken. Nee, die, die rijden die auto omdat ze leven. Ik rij ook een auto. En you believe me, als ik uh, naar, naar Wim ga, mijn vriend Wim, Wim Gruidentuin. Ja, ik moet een half uur lopen. Tegenwoordig heb ik een fiets. Nou, dan moet ik een kwartier fietsen. Tien minuten, kwartiertje. Tegen de bult op. Bleh. Ja, die auto die haal ik alleen maar omdat ik hem nodig heb. Echt niet voor de lol. En als ik een auto rijd, ja, dan zou ik ook tegen zo'n Extinction Rebellion protest aan kunnen komen. En reken maar dat ik dan ook een zwaar de pest erin heb. En deze automobilisten ook. En dan stapt er een man uit zijn auto. <laughs> en die rukt die mensen dat, uh, dat protestbord-dinges, het is een doek, uit de handen. <laughs> Ratsch, hij loopt er kwaad weg. En smijt dat ding over een muurtje. Dat lag dus toen bij iemand in de tuin ofzo. En de, die mensen die het aan... De, eentje was het aan het filmen vanuit een, een flat de, uh, vlak boven. En er waren wat meer mensen in die woning. En dan hoor je die mensen allemaal applaudisseren, juichen, dat bord wordt uh, afgepakt. Iedereen vindt het een stelletje idioten. En zijn het ook. Ze zijn idioten. Ja, als ik er gek. Interessante tijden, vind je niet? Wat uh, de blatante idioterie van de mens zo mooi naar boven komt. Mensen zich niet meer schamen voor een. moet ik zeggen? hun wanstalte gedenken. En dan vinden ze ook nog van Extinction Rebellion... dat ze goed bezig zijn. En dan hebben we hier nog... dit is geschreven door... volgens mij zit Paul Joseph Watson... Toch? Ja, Paul Joseph Watson, die, die woont zelf in Engeland. En die heeft eerder een artikeltje geschreven over Forensen, die in Londen een stelletje mensen van Extinction Rebellion van het dak van een trein afgesleurd hebben. Ja. Die luistert, dus boven op een trein. En die forensen, hun trein ging dus mooi niet rijden, omdat er een stelletje mafketels op het dak zat. Toen dachten een aantal van die forensen, nou ja, als de trein niet rijdt omdat er mafketels op het dak zitten, als we nou eens die mafketels van het dak aftrekken, dan gaat die trein wellicht rijden. Dat we hebben ze gedaan. En terecht. Denken die mafketels dan niet? Hoe zou dat komen, dat die mensen zo gek zijn? Hebben ze uh, geen moedermelk gehad? Alleen maar flesjesmelk? Er moet er iets in hun jeugd uh, zijn fout gegaan? Dat je zo raar doet? Huh? Ik heb het net duidelijk gemaakt. Als je vindt dat er uh, iets moet gebeuren aan het milieu... ja, uh, pak je het op protestbord en uh, enkele reis Hongkong. Ga daar maar, uh, ga daar maar eens doen. Of uh, bij Ying. Gaan we naar Afrika? Afrika is, ja, als ik zei net, dat Casablanca is Afrika. Gaan we aan maar kijken. <tus> Kaapstad. Maar als je het hebt over een keurig continent, nou, dan moet je in Europa zijn. Wij doen allemaal een afvalscheiding. We zijn allemaal uh, zuinig zijn met dit, zuinig zijn met dat. Oh, oh, oh. Allemaal zulke nette mensen. Ik woon hier in zo'n heel simpel flatje en mijn woningbouwvereniging. Ik vraag me, ja, ik vraag me toch af waar ze de poen vandaan gehaald hebben. Maar die hebben dus een paar jaar geleden mijn ruiten, alles de kozijnen er allemaal uit, alles vervangen door kunststof en dubbel glas. Ja, nou, ja, dat, dat vind ik niet vervelend. Ik heb ook al, ik denk, nou, nou toch meer dan vier jaar, heb ik geen kachel aan. Nee, helemaal niet, hele jaar door niet, hè? Ja, ik woon in een flat. En onder mij, ja, die is wel en niet altijd thuis, maar daar weer onder wonen bejaarde mensen. En die zijn elke dag thuis. En ik denk dat die stoken. Nou, en dan boven mij heb ik ook nog een woonlaag. Dus dat is dan ook weer isolatie. Nou, en ik zit er tussenin en ik stook helemaal niet. Ik heb al zo lang niet meer mijn kachel aangehad dat mijn kachel ook niet meer aan kan. Ik heb hem dus van de waakvlam ook afgehaald, hè. Kijk, dat is de occidentale mens. En hier op mijn banken, daar ligt een deken... Als je bij mij bent en je hebt het koud, zo, doe je deken over je benen. Probleem weer opgelost. Hey, dat is de occidentale mens. Mijn energierekening is in de maand. Dat is ook weer zoiets. Dat kan ik precies zien, hè? Ik heb zo'n slimme meter. Hè? Occidentale mens. Okay, even inloggen. Nu zou het leuk zijn dat je mee kon kijken. Ik ben helemaal. Voor. Ik ben een Flimameter uh, enthousiast. Even kijken hoor. Vorige maand heb ik 22 euro verbruikt. Oh, op Electra, ja precies. En dan gas 2 euro. Ah, klaar. Dus bij elkaar uh, zeg maar 25 euro. Afgerond op 25 september. En dan daarvoor weet ik het nog niet helemaal. Want toen heb ik pas mijn meter gekregen. Vind ik het wel raar. Ik kreeg mijn meter al in juli en ik heb pas standen sinds 13 augustus. Maar, maakt niet uit. En deze maand kan ik het ook nog checken. En dan zit ik. Uh, het lijkt wel of ik iets meer heb. Nah. Ik kan ook precies zien wanneer ik uh, was en draai. En ik heb een koelkast, een oude koelkast eruit gedonderd. En een nieuwe gekocht, een kleintje. Nou, scheelt ook weer in je dagelijkse verbruik. Kijk, dat is de occidentale mens. Wij zijn best heel erg tof bezig. Behalve die luiven ons van Extinction Rebellion. Die ons gaan lopen lastigvallen met uh, uh, uitroeiing, uitsterving, uh, rebellie. Pff, sukkels. En dan heb je hier is er een een andere van uh, Prison Planet. er is een enquête gehouden in Engeland. Denk ik, ja. De Telegraph. Dus dat is Engels. Er is ook een artikel van Paul Joseph Watson. En die woont in Engeland. En dan hebben ze. We zijn mensen gevraagd van. Uh, Extinction Rebellion. Dubbele punt. Do you agree with the protests? En een van de mogelijkheden was. Uh, I would be out there with them if I could. Agree with it all. Ugh. Ik zou met ze meedoen als ik kon. Ik ben het helemaal met ze eens. 8% van de mensen. Dat dus, uh, niet veel, 54% zegt tijdverspelling. 12% zegt, uh, ja, iedereen mag uh, protesteren, maar ik ben het niet met ze eens. En 26% zegt, uh, ik ben het eens met hun doel, hun zaak. Ik sta achter hun zaak, maar niet hoe ze protesteren. Ze protesteren ook zo raar. Ze hadden een foto boven en hebben ze allemaal een rood pakje aan. Echt hele rare kleren, uh, felrood. En hun gezichten zijn allemaal wit gemaakt. En het, dan zie ik hier toch even, ga ik even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja 80% is een vrouw. Die, die vrouwen zijn een idioot. Die zijn, die zijn ja. Waar de hopen dat ze geen kinderen hebben. Dat zal je moeder maar wezen, man. 8% is het helemaal met z'n eens. En dan als de klap op de vuurpijl. De stichter van Extinction Rebellion. Een mede-oprichter. En dan gaat het over Stuart Bas Basden. Ba Basde Basden. B-A-S-D-E-N. -S Stuart Basden. Die heeft een interview... Nee, die heeft een artikel geschreven. Waarin hij geschreven heeft... dat het klimaatprotest niet over het klimaat gaat... maar het gaat erom de Europese civilisatie voor de val te brengen... en een einde te maken aan het idee... Dat het heteroseksualiteit normaal is. Dan ja, denk je: wat? Wat? Heteroseksualiteit is normaal. Dat is geen idee. Het is normaal. Dat is geen geloof, dat is geen overtuiging, dat is geen gevoel, dat is geen emotie, dat is geen cultuur. Nee, het is normaal. Heteroseksualiteit is normaal. Je kan moeilijk naar de dokter gaan en zeggen: Dokter. Ja, wat is er dan. Nou, dokter, ja, ik, ik ben een mannetje. Ja, zegt dokter, kan ik ook wel zien. Nou, is wel not inclusive, hè, wat je nou zegt. Ja, dokter, ja, oké. Okay, uh, 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 nou, nou ik, uh, ik heb dus een penis. En uh, ja, ik speel graag. Uh, ja, ik heb vroeger had ik een trein en een racebaan. En eh, ik wilde altijd graag op voetballen. En dat, nou, daar ben ik ook best goed in geworden. Ja, zegt de dokter, schiet een beetje op. William, ja, zegt de dokter, ik hou ook heel erg van dachten en van biljarten. En eh, nou, ja, zegt dokter, ja, nou, nou waar, waar gaat het om? We gaat het om? Nou, zit die man. En eh, dan hou ik dus ook nog van eh, naar, eh, voetbal kijken op tv en uh, autoraces met Max Verstappen. Dat volg ik allemaal. Dat vind ik allemaal erg interessant. Ja, zit de dokter, ja, maar wat, wat, wat is nou het probleem dan? Nou zegt die man, ik vind het ook leuk als ze dan mijn begin op bezoek komen dat we lekker bier gaan drinken en slap houden horen. Ja, zei die dokter, maar wat is het probleem nou? Nou zegt die. Ik word opgewonden van vrouwen. Dan nou, zegt die dokter, wat doe je? Opgewonden dat je boos wordt of zo? Dat je zag wordt? wordt, strikzagreinig, want daar is niks meer aan de hand. Iedereen heeft last van vrouwen. Nee, ik krijg er zo'n uh, ja, zo stijve piemel uh, dinges van. Is dat wel normaal? <laughs> Ja, natuurlijk is dat normaal. Dat is toch heel normaal? Wat is dat nou? Dat is absoluut normaal. Er is toch niemand die in zo'n geval dan denkt van... Uh, ja, nou, dat moet ik me echt laten behandelen, hoor. Want, uh, ja, ik, ik heb dus een penis en uh, ja, die wordt echt stijf als ik uh, een blote vrouw zie. En, uh, ja, of een vrouw die niet eens bloot is, maar dat je toch uh, gaat denken van nou, hoe zou ze eruit zien als ze bloot zal zijn. En uh, ja, Het idee alleen al, dan heb ik zo'n stijve piebel. En uh, dat vind ik toch een beetje abnormaal. <laughs> ik wil eigenlijk gewoon opgewonden worden van een mooie oude beddenboom. <laughs> dat ik uh, in, de, in de Hortus Botanicus, uh, dat ik een stijve krijg van een oude varen. Nou, ja, dat heeft toch niemand. En als je dat wel hebt, ben je gek. Heteroseksualiteit is normaal. Dat is geen idee. Het is normaal. Oh, maar Perry, uh, Wil jij dan soms zeggen dat uh, homoseksuele mensen... Dat die niet normaal zijn? Nou, ik vind dat die... Ik heb er al een keer een uitzending over gehouden. Hey, die groep, die maakt het... Punt 1, voor zichzelf niet makkelijker. Op deze manier, met hun gay parade paraden, toestanden en maf te gaan lopen doen... op plat bodems in de grachten van Amsterdam. Ja, er zijn maar weinig mensen die dat uh, echt waarderen. Het is een beetje idioot wat ze doen. En voor de rest vind ik het zielige mensen... Want ze hebben het zo moeilijk. En vind ik dat normaal? Nou, ik vind het niet zo normaal als heteroseksualiteit. Want nou, toen ik klein was en ik kreeg seksuele voorlichting op school, en dat moet geweest zijn. We kijken dat was ik tien was, denk ik. 1969, 1970. Zo, dat hebben wij uh, één ochtend kregen wij, dat duurde niet zo heel lang kregen we seksuele voorlichting heel praktisch met, uh, dat was een oudere dame die gaf dat Nou, en daarin werd duidelijk gemaakt dat je behalve de heteroseksualiteit, wat als normaal werd weggezet, want ja, het is normaal, het is voor de voortplanting meer niet. De rest eromheen, porno kijken, vind ik niet normaal. Dat is niet normaal. Om maar even wat allemaal niet normaal is, hè? Porno kijken is niet normaal. Uh, er is zo'n drug op de markt. Die heet, die heet de poppers. En het schijnt dan heel lekker te zijn om die drug te nemen en dan seks te bedrijven. Dat is niet normaal. Seks voor de lol is niet normaal überhaupt niet. Seks terwijl je een condoom om je jonge heer hebt, is niet normaal. Seks met een vrouw die aan, aan zo'n hormoonkuur zit, zodat ze niet zwanger kan worden, die elke dag de hormoonsystemen in de war loopt te sturen met oestrogeen... dat is niet normaal. Dat is allemaal niet normaal. Het enige wat normaal is, is dat je een jonge heer in een dame stopt... of dat een dame zich laat penetreren met een jonge heer... en dat er een kind uitkomt. Dat is normaal. Want dat je het daarnaast ook nog doet... en dat je het heel vaak probeert en... Uh, er komt er geen kind uit of zo... en dat je het toch maar door blijft gaan. Want ja, het is toch wel lekker, huh? En als je dan uh, zwanger geraakt, dan denk je, oh, nou, Jan, we kregen er weer een kleine bij. Kijk, dat is normaal. Dat is een man en een vrouw. En al die andere dingen zijn niet normaal. Punt niet. Punt niet. Punt dus. Zijn niet normaal. En het, het hebben van seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, dat is al heel erg lang, echt al meer dan 2000 jaar, is dat een, een, nou, een, een toonaangevend fenomeen onder mensen die heel immoreel bezig zijn. Waarmee ik niet wil zeggen dat mensen die seks van hetzelfde geslacht hebben, dat die per definitie immoreel zijn. Maar in de groep met immorele mensen, dus als je zo'n immorele samenleving hebt, en een immorele samenleving is een enorm verschil tussen rijk en arm. Dat dus je een heersende klas hebt van 1% en dan 99 mensen, nou, die, die moeten echt de eindjes aan elkaar knopen. Slavernij systemen. En dan denk ik aan het oude Griekenland. Er wordt gezegd: ja, het is Griekenland het is de, de bakermot van de democratie. Nou, dat is echt niet waar. Griekenland was een oligarchie. En de mensen, de rijke lui, die, die topdogs, 1 procent, 1 op de 100 van de bewoners van Athene, die telden. En dat was de demos. Dat was het volk. Die werden gezien als het volk. 1% werd gezien als het volk. De rest, ja, uh, daar waren slaafje. Slaven, slaven, slaafjes. Die, die telden helemaal niet mee. Nou, dat is een volslagen in je moreel. Lijkt mij. Of jij moet er anders over denken hoor. Ja, uh, ja maar jij weet. Maar goed, in dat soort maatschappijen uh, homoseksualiteit. ja dus uh, ja, een, een tackle is een hond maar een hond is geen tackle he, dus het werkt wel de ene kant op de, de uitspraak dus he, dat is ook de beroemde brief van Paulus aan de Romeinen dat nou, die zegt van ja die, die jokers door het Romeinen van het, het Rome de, de Romeinse samenleving van die dagen was ongelooflijk immoreel in de dagen van Paulus als je dat weet dat heb je dus over de eerste eeuw he. ongelooflijk immorele bende ja, en wat doen die immorele lui? Hij ridderen. Is dat normaal? Nee, dat is helemaal niet normaal. Het is niet normaal om immoreel te zijn, en het is niet normaal om te ridderen. En het is ook niet normaal om porno te kijken, en het is ook niet normaal om naar de hoeren te gaan. En bij mijn seksuele voorlichting werden ze dus, uh, homoseksualiteit ook genoemd als een vorm van seksbedrijven. En dat viel onder het hoofdstukje perversiteiten. Het was pervers. 1970. Nee, ik zat niet op een rare school. Ik zat op een dalton school. Er was niet eens een gelovige school, helemaal niet. Nee. Een seculiere school, openbaar onderwijs. Dus niet een school met de Bijbel. Dat was 1970. En dat viel onder hetzelfde als. wat werd nog meer genoemd? Fetischisme werd ook genoemd. Seks, uh, seks was verbonden met bepaalde voorwerpen, of stoffen, of geuren, of whatever. Dat nou, is niet normaal. Dat is, is pervers, heet dat. Nou, homoseksualiteit is dat ook. En ik vind dat je je seksleven lekker in je slaapkamer moet houden en dat je daar niet, uh, ja, dat je daar niet over moet spreken. Ook niet in bedekte termen. Dat moet je niet doen. Dat moet je lekker voor jezelf houden. En dan heb ik er verder helemaal geen moeite mee. En als mensen dat dan wel heel openlijk ervan uit gaan lopen komen hoe ze dus seks hebben, en in dit geval dan hè, een perversiteit hebben. Maar hetzelfde zou zo zijn dat als je in Amsterdam een, een parade zou hebben van mensen die dan porno kijken, dat zou ik ook gek vinden. En als iemand porno kijkt, dan moet hij zelf weten. Maar daar moet je het niet over hebben. Maar, Piggy, kijk jij dan wel de porno? Nou, uh, vreemd genoeg, ik ben dus gestopt met uh, alcohol en toestanden. En zonder dat ik het in de gaten had, ben ik dan ook gestopt met het kijken naar porno. <laughs> dat was per ongeluk. Dat heb ik niet eens bewust gedaan, maar ik merkte het aan mezelf. Maar ook doordat ik, je ouder, doordat ik ouder word. En al die porno-acteurs. Ja, dat zijn niet eens acteurs, maar die pornospelers. Het is geen acteren wat ze doen. Ja, het is. Je uh... krijgt er een beetje een. Uh, de, de, hoe moet je zeggen? Een generatiekloofprobleem mee. Je, je zit te kijken naar mensen die seks hebben. maar die mensen hadden je kleinkinderen kunnen zijn. En. Ja. Om nou te kijken hoe je kleinkinderen seks hebben, dat hielp. En als je dan mensen van je eigen leeftijd, ja, ik ben 60. Ja, ah, dat vind ik ook niet opwindend. Dus, ja, zo denk ik momenteel over porno. Maar het is maf, het is afwijkend. Het is afwijkend gedrag als je porno kijkt. Niet normaal. Ja, nou dan terug naar de Extinction Rebellion. Die zegt dan uh, dat we van het idee af moeten dat heteroseksualiteit normaal is. Nou, dat is belachelijk. En dan het eerste wat hij zegt. Uh, in het Engels staat er dan. Toppling European civilization. Ja, toppeling is voor de val brengen. Of ten val brengen, omverwerpen kun je ook zeggen. De Europese civilisatie is de civilisatie van de wereld. Tja, civilisatie is niet begonnen in Afrika. En niet in Zuid-Amerika. En ook niet in Noord-Amerika. En ook niet in China. En ook niet in Japan. En niet op de Noordpool. En niet in Australië. En nergens niet. Alleen in Europa. Punt. Daar komt het allemaal vandaan. Alle grote namen in de literatuur, alle grote namen in de muziek, er komt allemaal uit Europa. Ja. Ja, Joepie, wie bedoel je dan? Nou, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche. Martin Heidegger, Gerard Heijmans, Lutze Brouwer, Wat kan ik nog meer zeggen, Rupert Sheldrake. Hoppa, allemaal Europeanen. Wat is dit man, een Rubik, van de Rubik's Cube. Ja, even een, uh, een nieuw spelletje, een nieuwe puzzel verzinnen. Hoppakee, was een Hongaar. Grote wiskundige, Euler. Vermat. Uh, die Fransman, wat weet je, Laplace. <laughs> uh, Maxel, dat was een Brit. Uh, Bohr, was ook een Europeaan. Einstein, daar vind ik een beetje flap de rol. Maar, maar dat was ook een Europeaan. Kom uit Duitsland. Albert Einstein, Einstein. Dat denk ik, Jood, denk je niet? Toen het wereldwijde patentrecht tot stand was gekomen. Toen uh, ergens is het 19, eindje, einde van de jaren 30 van de 20e eeuw. Vlak voordat dus de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Toen was iets van 80% van alle wereldwijde patenten die toen waren goed toegekend, waren Duitse patenten. Waar <laughs> <laughs> Waren de Afrikanos? Die hadden ook wat aan kunnen vragen, maar die hebben allemaal niks aangevraagd. Nee, die hadden ook niks uitgevonden. Met die zeespiegel. Hè? Wij weten dat de zeespiegel in uh, het noorden van de Atlantische Oceaan. dat die in de afgelopen 128 jaar met 24 centimeter is gestegen. Dat weten wij. Op het zuidelijke halfrond moeten we het gokken. En hoe komt dat? Ja, omdat die mensen van het zuidelijke halfrond die zijn het een heel klein beetje vergeteren, om het te meteren. Van, oh, oh, meten jullie de hoogte van de zeespiegel? Oh, oh, nou weet je niet? Nee, daar denken die mensen op het zuidelijke halfrond helemaal niet aan. Nee, en wij wel. Ja, en wij zijn Europa. En vanuit Europa is een, een enorme massa Europeanen is gevlucht naar het noorden van Amerika. En dat was niet om buffels en indianen dood te schieten. Nee, ze waren op de vlucht voor de paus. Ze hebben ook in Amerika gelijk het hele katholicisme verboden. Maar ja, dat had niet zoveel zin. Dat ging 150 jaar goed en toen was het afgelopen. Dus het was een kortstondige leuke tijd. Maar voor de rest ja, beschouwen zij zich als uh, nakomelingen van Europa. Europa noemen ze daar the old country. En dan, dan zegt dus die, die man, die Stuart Boston, die zegt dat de Europese civilisatie is de schuld voor het verspreiden van vreedheid en geweld over de wereld gedurende de laatste zes eeuwen en het heeft uh, gebracht dubbele punt martelingen, genocide, slagpartijen en suffering en leed naar de uiteinde van de wereld onzin Kijk, als je het hebt over wreedheid en geweld. en martelen en genocide. slagpartijen en leed. Dat nou, komt allemaal van de katholieke kerk. Die hebben dat gedaan. En de katholieke kerk zat in Europa, ja. Maar Immanuel Kant was geen katholiek. Arthur Schopenhauer was geen katholiek. Friedrich Nietzsche was geen katholiek. Martin Heidegger was geen katholiek. Gerardus Heimans was geen katholiek. Trouwens, dat weet ik niet zeker. Nou nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Een Lutse Brouwer, die kan ook geen katholiek zijn geweest. Dat, dat kan me niet voorstellen. Ja, het katholicisme heeft zijn. Dat is het universele geloven, dat is die gedachte die erachter zit. Eén geloof voor de hele wereld. Wat je nodig hebt voor het verkrijgen van de wereldheerschappij. Ja, ze hebben wel zetel hebben ze gekozen: een Vaticaanstad. En dat achterland, wat er dus achter zit, dat is Zwitserland ze dus weet je ook gelijk waarom Zwitserland neutraal was tijdens die grote oorlog waarbij het de bedoeling was dat de Europeanen die zouden zichzelf mekaar gaan lopen afslachten, maar dat allemaal niet natuurlijk in uh, het eigen achterland van het Vaticaan en dat is Zwitserland. Dus vandaar dat Zwitserland buiten die oorlog werd gehouden. Hier beet je de ook weer. Een stuur wat baster niet. Een hele domme man. Zegt hier: uh, So it is not about climate change. Dit zijn de woorden van uh, <laughs> Paul Joseph Watson. Zo, het gaat dus niet over klimaatverandering. Het is om een einde te maken aan het idee dat heteroseksualiteit de standaard biologische methode is om ze om je voor te planten. <laughs> ja, inderdaad. En oh, dan staat er ook nog dat, uh, dat die Basten, die geeft aan toe dat hij zijn eigen familie onder druk heeft gezet, gezet om uh, reparatiebetalingen te doen, wie de goed mag hungen, aan zwarte familie, uh, families in Amerika. ...om zijn blanke schuld aan de slavernij uh, af te lossen. We lachen. Joegoslavië heet zo omdat... ...dat gebied werd regelmatig binnengevallen... ...en er werden de mannen en de mooie vrouwen die werden meegenomen... ...en die werden als slaven uh, ingezet. Door... ...ja, yeah, whatever... Er zijn hele kastelen gebouwd in Marokko. Paleizen, moet ik zeggen. Paleizen zijn gebouwd in Marokko. Door blanke slaven. Er waren genoeg slaven. Er waren genoeg blanken die slaaf zijn geweest. Het blanke ras is het enige ras wat ooit officieel stappen heeft gezet om slavernij. In ieder geval, in de slavernij in die vorm dat je een plantage had en, en die vorm van slavernij om die te verbieden. Als je naar de Nederlandse samenleving kijkt, waarbij een, een Nederlandse arbeider die werkt ongeveer 60%, 70% van zijn tijd, werkt hij voor andere mensen. Dat geld kan hij niet zelf uitgeven. Dus, hij voegt een waarde toe van 100, zeg maar. Hè? En dan kan hij voor ik denk iets minder, misschien, dan kan hij voor 30, 40% toegevoegde waarde kopen. En dus je brengt 100 in qua inspanning en je krijgt 30 aan producten. En die zeventig verdwijnen in de zakken van ja, slavendrijvers. Dus je kan rustig stellen dat de Nederlandse samenleving een vorm is van slavernij. Waarom niet? Behalve voor de uitkeringstrekkers natuurlijk, die hebben gratis geld. En het zijn er nogal wat. Ik ken meerdere mensen die kunnen best werken, maar dat doen ze niet. Ze hebben een uitkering en um, klussen er wat bij. En dat hoeft verder niemand te weten. En dan krijgen ze wat geld en dat geven ze dan weer uit in de snackbar. Het systeem is slavernij. Maar wij hebben in ieder geval de slavernij officieel afgeschaft. Is in Afrika nooit gebeurd. En Saudi-Arabië ook niet. En toen die negroïde mensen uit Afrika als slaaf werden ingezet in Amerika, um, dat was niet alleen een operatie van de blanken. De blanken hadden de plantages en andere blanken die hadden die boten. Nou, en de transport van de slaven, zeg maar de groothandel van de slaven, dat waren Arabieren. En de leveranciers aan de groothandel, aan de Arabieren, dat waren de negroïde mensen zelf. De Negroïden, een of andere stam, van zijn mensen die hadden zin om geld te verdienen en dan vielen ze een andere stam aan en dan wonnen ze die oorlog en dan werd zo'n andere stam afgevoerd door de Arabieren. Oh. En dan kreeg zo'n dorp, zo'n stam, zo'n klein, die kreeg er geld voor van de Arabieren. Dat was de inkoopprijs voor de Arabieren en de Arabieren verkochten dan die mensen weer aan de ja, Engelsen, Nederlanders, Engelsen of Nederlanders, wie of weet allemaal. Met name dacht ik Engelsen en Nederlanders. Veel Joodse mensen zaten daar, in die handel ook. Maar er was dus een samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen. Waaronder de negroïde mens. En ergens halverwege de 19e eeuw was dat feest in Amerika voorbij. En het, aan de ene kant had het te maken met het ja, gevoel van humaan zijn. En aan de andere kant had dat te maken met het feit dat het niet langer gezien werd als handig, dat het slimmer was, dat het efficiënter was om mensen een ja, in dienst te hebben. Maak een arbeidsovereenkomst. Dat was veel beter. En dan, dat was veel motiverender voor die mensen om dan, de, ja, ze moeten toch ze moeten werken. En dan kan je ze wel dwingen om te werken, maar beter is het om die mensen te motiveren om te werken. En dan gaan ze tenminste echt aan de slag. Als ze dan ook weten, maar nou, je krijgt zoveel per baal. Uh, uh, katoen of zo, hè. Baumwolle. Voilà. En dan ga je daarover onderhandelen met je baas en dan krijg je een redelijke prijs voor een baal katoen. En ja, dan neem je nog genoegen mee en dan ga je lekker hard werken. En als je dan heel veel balen katoen hebt geplukt, dan krijg je ook uh, die dag of die week extra geld. Kijk, dat motiveert. En als je dan van dat geld ook inderdaad een bestaan op kan bouwen, ja, dan, dan zijn alle problemen opgelost. Dan heb je een blije werknemer en een blije werknemer. Dat levert je meer op als baas. dan een niet-blije werknemer. die jij uh, aan de slag moet houden. op straffen van zweepslagen. Da daar kwam men achter, dat het niet zoveel zin had. Dat het een oude uh, hoe noem je dat? archaïs, Dat is een mooi woord. Dat betekent ouderwets. <laughs> verlopen, moet ik ook zeggen. Het was een verlopen systeem. Dat kan je net zo goed verbieden, want het werkt toch niet goed genoeg. Nou, dat is dus gebeurd in Amerika. Snap je? Een Extinction Rebellion, dat zijn zielige mensen met een hoofdafwijking die. Ja, die denken dat het heteroseksualiteit uh, niet normaal is. Maar is het dus wel. Punt. En porno kijken en hoeren lopen. En uh, seks tussen uh, mensen van hetzelfde geslacht. En seks tussen uh, mensen van een verschillende generatie. Dat Is er ook nog eentje? Alle seks buiten het huwelijk. Uh, ja, seks met de buurvrouw als de buurman een keertje naar Turkije op vakantie is. Of zakenreis is, moet ik dan nou zeggen. Dat is, dat is allemaal dan niet normaal. Dat is niet normaal. Dat is overspel, is het laatste. Dat is niet normaal. Punt. Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers, Tjus. En uh, pas op dat je niet uitgeroeid wordt door die Extinction Rebellion. Een dag lieverds.